Ja, en ondertussen schijnt het zonnetje hier volop bij Tilburg Culinair. Het is vandaag zaterdag en zaterdag hebben we iets heel speciaals bij Tilburg Culinair. Eet met je hart, vandaag hier op Tilburg Culinair. Ja, voor Eet met je hart de eerste activiteit die wij in Tilburg willen gaan organiseren vaker voor de kwetsbare ouderen echt in Tilburg. Eet met je hart is door middel van een restaurantactie zamelen wij geld in. Met 1 euro per tafel die ze in de maanden mei en juni dit jaar hebben gedaan. En met dat geld gaan wij sociale ontmoetingen voor onze eenzame ouderen waarmaken. Tilburg Culinair, 24e keer alweer. Helene Snijders, de voortrekker Eet met je hart hier in Tilburg. Die heeft me benaderd en gevraagd of het een leuk idee zou zijn om op Tilburg Culinair met ouderen die wat eenzaam zijn, die misschien nog wel wat aandacht zouden kunnen gebruiken, ook op Tilburg Culinair te laten genieten van lekker eten en lekker drinken. En dat maken we mogelijk zonder dat het die mensen iets kost. Geweldige medewerking van de deelnemers. Zorgcentrum Padua, de Stichting Vrienden van Padua heeft wat bij. Stichting Eet met je hart heeft wat bijgedragen en zo zijn we er allemaal uitgekomen. Het is fantastisch. En dit zijn echte ouderen die we moeten ophalen omdat ze dan weer een keer buiten komen. Waarom culinair? Eet met je hart. Culinair, een prachtig mooi platform om te zeggen dat je hier de ouderen neer mag zetten. Ja, het is gewoon geweldig. Moeten ze vaker doen? Vind ik wel. Ja, als ik hoor van deze mensen van 90 en 95 en 75, hoe dat deze dag beleven, vind ik gewoon ook de zon die schijnt, het is lekker weer en allemaal het samen zijn aan zo'n ene lange grote tafel, het samen zijn om ouder te worden, vind ik heel erg belangrijk. Valt het mij hier wel op? De dames zijn een beetje in de meerderheid. Maar dat is overal, hè. Dat is in het Laar en dat is in de Zonnehof, want daar hebben we het ook allemaal. Ik sta ingeschreven bij het Laar, maar dan zijn de dames ook in de overhand, hè. Er zijn er maar een paar. Dus het is wel heel gezellig dan? Heel gezellig, ja. Zo af en toe. Oh, ja, ja. So relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we on a and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. Jullie staan dit jaar voor het eerst op Tilburg Culinair? Ja, het eerste jaar. Heel spannend voor ons. Tot nu toe? Superleuk. Nou, we hebben goed naar onze zin. En wat staat er bij jullie onder andere op het menu? Nou, we hebben verschillende gerechten. Dat is superlekker. Ik denk dat de chef wel mooie gerechten aan het maken voor u. En een beetje waar hij vandaan komt. De school met papaya en krioolsaus. Want dat is jullie specialiteit? Dat is een beetje waar hij vandaan komt, Bonaire. Daar eet ze heel veel vis met papaya. Dus daardoor, hij is heel trots op. Het is een van jullie specialiteiten. Wat is het nou precies? Ja, dat klopt. Dat is een van mijn specialiteiten. Omdat ik zelf uit Bonaire kom, midden in een eiland, of is een eiland. En daar eten we heel veel vis. En met papaya. Normaal gebruiken we onrijpe papaya, groene papaya, maar ik heb een variant aan gekozen om rijpe papaya te gebruiken. Daar heb ik een compot van gemaakt en krioolsaus. Krioolsaus is een typische Antilliaanse vissaus op basis van tomaat, paprika, ui, blikselderij gemaakt. En alles wat in de saus zit, ligt ook op de bord. Jullie zitten in Moergestel, hè? Jazeker. En jij bent de eigenaar van je eigen restaurant? Ja, dat is mijn eigen restaurant. Mijn verlossing. Hoe mooi is het? Super, echt super fijn om je eigen baas te zijn. En jij gaat de mensen hier op Tilburg Culinair echt betoveren? Jazeker. Wijntje, goed eten. Al vaker op culinair geweest? Elk jaar. Altijd. Ja, wat is er zo leuk aan? Ik vind het vooral heel leuk dat je gewoon van elk restaurant een beetje kan proeven. De sfeer is gewoon leuk. Goede wijntjes. Het is gewoon gezellig. Heel gezellig. Nou, ik geniet zo, mevrouw. Ik kan het eigenlijk niet onder woorden brengen.
Want probeer het toch eens. Ik ben 90 jaar en dan nog zomaar in de zon hier zitten. Dank je wel. Ooit gedacht dat dit nog zou gebeuren? Nee, ik vind het geweldig. Ik geniet er heel erg van. Ik zou er bijna mee kunnen huilen.